Ik heb wifi met meer vermogen aangeschaft en nu heb ik dus overal snel internet. Mooi voor mij, maar niet zo mooi voor mijn buurman, bleek. Want die stond aan de deur, last van hoofdpijn, kon niet slapen en of ik alsjeblieft wifi uit wil zetten. Dus ik ben er even ingedoken op het internet, maar de berichtgevingen zijn tegenstrijdig. Tijd om er een deskundige bij te halen. Frank Silvers uit Bassen bij Steenwijk. Hij is voormalig regio-directeur van Vitens. Hij heeft zich helemaal toegelegd op de effecten van straling. Ja, hoe is het in mijn huis gesteld? Nou, heftig. Je hebt een forse elektromagnetische belasting. Moet je kijken, de wiggelroede is bijna dicht. Dus dat betekent maximale straling. Erger kan eigenlijk niet. Maar ja, jij zit hier met een wiggelroede. Wat is dat voor een meetinstrument? Dat is een instrument wat al vele eeuwen gebruikt wordt. En laatst was Enexis bij me en ze zochten gewoon de 10 kV-kabel op met de wiggelroede. Echt waar? Ja, en ook alle ertsen zijn vroeger gevonden met de wiggelroedes. Dus jij het versterkt, jouw lichaam versterkt? Ja, mijn lichaam is als het ware de antenne. Die vangt de energie op en dat wordt dan zichtbaar gemaakt door de stand van de wiggelroede. En rechtdoor is geen? En als die neutraal staat, dan is er helemaal geen elektromagnetische belasting. En naarmate die verder dicht gaat, is het ernstiger. En bij jou is het echt ernstig. Wat heb je gedaan? Nou ja, ik heb een sterkere wifi geplaatst omdat ik in mijn hele huis internet goed wilde. En daar was mijn buurman niet zo blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Zet de wifi eens even uit, dan kunnen we kijken wat het effect daarvan is. Oké. Okay. Komt-ie? Hij is nu uit. Kijk. Nou, iets beter, maar nog niet helemaal. Nee. Hoe zou het kunnen? Ik weet niet, dan hebben we hier nog van allerlei stroomdingen. Nou, ik heb ook iets van stroom op. Zender? Dat zou heel goed kunnen. Nou. Zullen we die eens even afdoen? Ding af. Kijk. Dat is beter, André. Dus gewoon met de kabel maar in plaats van de zender. Precies, een heel goed idee. De wifi is nu uit. Wat zijn andere grote boosdoeners qua straling? De dektelefoon in huis. Continu die pulserende straling. Dat is heel erg ongezond. De wekkerradio. Moet je vooral niet dicht bij je hoofd staan bij je nachtkastje. Heel vervelend. Magnetron, grote stralingsbron. En ja, natuurlijk ook je mobieltje. Ja. Oh, met het mobieltje kan ik natuurlijk even testen. Waar heb ik hem? Dus als ik hem bij je hou. Echt? Dat is toch wel bizar, joh. Dat zegt al, je moet hem dus bij je wegleggen, 's nachts. Zeker niet op je nachtkastje, maar aanmerkelijk verder wegleggen. En hoppakee. Maar goed, die straling die is er. Wie zegt dat het nou slecht is? Nou, de grote deskundige op dit gebied is Barry Trauer. Die heeft tijdens de Koude Oorlog zich bezig gehouden met de soortgelijke wifi-straling tussen de ambassades van Amerika en Rusland. En daaruit blijkt dat de mensen die daar werkten veel meer kanker hadden dan de mensen die op andere plekken werkten. Oké, want vaak wordt gezegd, we weten het nu nog niet, het zal op de lange termijn pas duidelijk worden of het slecht is. Ja, maar ook als je naar de Wereldgezondheidsorganisatie luistert, dan zeggen ze dat het potentieel kankerverwekkend is. Dus wat ga ik nou doen om niet constant blootgesteld te worden aan wifi? Nou, de magnetron niet meer gebruiken. Weg met dat ding. Precies. Gelukkig is het ook al over. En 's nachts zet je gewoon een tijdschakelklok op je wifi, dat je rustig kunt slapen. Boven alles weg, dan moet dus die klok, die wekkerradio ook weg? Ja, die wekkerradio zet je minimaal 3 meter afstand van je hoofd. Oké. Heb je daar ook geen last van? En deze, want die ligt er natuurlijk ook gewoon boven? Op de vliegtuigstand. Op de vliegtuigstand. En dan heb ik boven alles zeg maar weg. Die wekkerradio een paar meter van me af en alles rustig. Resetten boven. Ja, in je eigen huis wel. Maar dan moeten al je buren dat ook doen. En die kans is nog niet zo groot. Klinkt een beetje als vechten tegen de bierkaai zo, hè? Zou je bijna denken. Wat gaan we dan doen? Dan ligt hier een grote steen. Ja, nou dit is SunKit. Dat is dé steen om elektromagnetische belasting te absorberen. Dus als je deze steen hebt, dan ja, heb je eigenlijk ook geen last van straling om je heen. En wat ga ik ermee doen dan? Die leg ik op mijn slaapkamer? Ja, maar dit is wel een hele grote. Er zijn veel praktischer mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld 2 van dit soort SunKit steentjes, dat zijn kleintjes, die neem je in je broekzak mee. Dan heb je overdag of in de trein of op je werkplek heb je geen last van elektromagnetische belasting. Serieus? Hier loop jij elke dag mee? Als ik de deur uit ga en ik doe mijn werk, dan heb ik inderdaad 2 van deze steentjes op zak. En wat ligt hier? Nou, als je buren en alle andere masten die gewoon staan te zenden niet uit zijn 's nachts, dan kan je toch, als je er gevoelig voor bent en je hebt er echt last van, kan je je bed te midden van 4 stralingstransformers zetten. Dat zijn deze blokjes. Die duwen als het ware de straling terug, dat je daartussen
toch rustig kunt slapen en een gezonde nachtrust kunt genieten. En dan zie ik nog een spreetje ernaast. Ja. Dat is steeds gekker, hè? Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar het mooie is, het werkt wel. Het is een elektrostress spray. Mensen die heel gevoelig zijn, kunnen hun eigen antenne, hun eigen lichaam ontladen door spray over hun hoofd te doen. Oké. Elektrostress. En daarnaast een bordje voor aan de muur? Nou, een bordje voor op het transformatorhuisje, om geen last te hebben van de elektromagnetische belasting van het trafohuis. Deze superponeert een straling op de aanwezige elektromagnetische belasting, waardoor een mens dat niet meer kan voelen en er geen last meer van heeft. Maar Frank, ik kan denk ik wel begrijpen dat dit gedeelte over dat reset erboven, en dat is iets makkelijker en toegankelijker dan zeg maar dit verhaal. Is dit vaag, is het zweverig of is dit ook allemaal bewezen? Het werkt. Mensen voelen het, mensen voelen zich er beter bij. Maar je hebt gelijk, dat is veel praktischer en daar moeten we ook mee beginnen. Ja. En mijn buurman, die zit nog met die wifi van mij. Wat ga ik dus doen? Dat ding uitzetten? Ja, de tijdschakelklok zit erop. En overdag kan hij er minder last van hebben als jij aluminiumfolie tegen de achterkant van je meterkast aanmaakt. Maar dan kan hij ook tegen zijn muur eventueel aan doen. Daar heb je gelijk in. Succes, buurman.